De afdeling culturele ontspanning van het secretariaat-generaal der Ronde Tafelconferentie heeft voor de Indonesische gedelegeerden die thans reeds in ons land aanwezig zijn, een aantal excursies georganiseerd, onder andere een naar de vermaarde bloemenveiling van Aalsmeer. Met grote belangstelling namen de Indonesische gasten kennis van de gang van zaken hier. In verband met informele besprekingen met Nederlandse regeringspersonen blijven de delegatieleiders, van wie we hier Mohammed Hatta zien, in Den Haag. In Wassenaar, waar de leden van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië logeren, introduceerde de secretaris deze commissie, de heer Romanos, ons bij het Amerikaanse lid Merle Cochran. Ook troffen we hier nog de heer Hermans, het Belgische lid van de UNCI-commissie. Zeer druk is het in deze dagen op het secretariaat, waar de voorbereidingen voor de rondetafelconferentie worden getroffen. Druk is het ook in de keukens van de verschillende hotels, waar de rijsttafel met extra zorg wordt klaargemaakt. Met extra zorg inderdaad, want hij wordt tenslotte gegeten door experts.